van jullie. En de laatste act, dat moet er altijd hele spetterende act zijn. Want is dat niet zo, dan zal zomaar zo'n hele avond in één keer een soort, nou ja, niet zo leuk kunnen zijn. Jullie closing act, zoals je dat dan zou zeggen in het Engels, was waanzinnig gaaf. Het was feest. Van de kleding, maar wat ik dan weer heel grappig vind, is dat je het simpel hebt en toch verzorgd, zo leuk en dan zo het clubgevoel. Dus ja, ik ben echt heel erg enthousiast en als je dan als laatste zit de hele avond te wachten, ik zeg meiden, onwijs goed gedaan, dank jullie wel. Anne, wat is hockey zonder Jesus, gewoon gelukkig was hij weer bij ons. Hey, totaal, het was een totale verrassing. Op dat gebied. Maar ik was ook zo blij dat die serpentinebom nog ontmanteld werd. Want dat was ook echt een hoogtepunt van jullie act. Vond, absoluut. Ik vond het leuk hoe er ja, toch weer die hockeysticks een gitaar werd. En, je, en wat ik ook heel leuk vond is dat jullie I love it gewoon I love it werd. Ik vond het geweldig. Ja. Wat heb jij nou toe te voegen? Ja, dit valt je ook altijd op bij die subtiele woordspelingen die ervoor zijn. Maar de laatste keer gewoon voor deze choreografie. Ik kijk natuurlijk heel professioneel danstechnisch naar. Dan heb ik eigenlijk twee dingen gezien. De spirituele nonnendans en een helemaal uit je dak gaande meidengroep. Het is iets I love it. Wat ik wil zeggen is I love Big Six. Meiden van Jezus, super goed gedaan. Ja, en ga even langs Saskia hier voor de stekkers. De deur mag dicht hierachter. Oké, jongens, mogen wij hier even uitgaan? Dat ze het zien, die hebben we bijna in de pocket. Als we deze in de pocket hebben, dan...